Als jij goedkope Ultimate Team Coins wil halen van een betrouwbare website die snel levert, ga naar igsky.com en gebruik de code HART5 voor 5% korting. Yo mensen, ik ben Mark en welkom bij een nieuwe Missie Mark, de kortste ooit. Sorry daarvoor, je zal nog wel merken waarom en je weet het misschien al een beetje als je me op Twitter volgt. Als je dat nog niet doet, dan moet je dat echt even doen. Dus ik tweet belangrijk shit rondom YouTube, updates, vragen, allerlei dat soort dingen. Het is gewoon heel handig om me daar te volgen. Maar ik zei dat ik spelers ging kopen rond de crash, vandaar dat het ook zo lang duurde voordat er een nieuwe aflevering kwam. Mijn laptop was ook gecrashed, voor sommigen dat nog niet wisten. Dus ik was sowieso een squad builder en een episode kwijt. Dus that's that. Maar in ieder geval, je ziet nu mijn Costa kopen omdat ik Sturridge had getest op mijn eigen account op PS4 en ik vond hem vreselijk. Misschien is dat omdat hij linksbenig is en ik heb niet echt succes met linksbenige spitsen. Ik weet niet wat dat is. Maar in ieder geval, ik verkoop ook nog Begovic, want veel van jullie zeiden ja, af en toe is je keeper toch wel een beetje aan het falen. En jullie hadden wel gelijk, dus ik koop Czech voor 6500 met de glove chemistry stijl. En ik heb ook nog Piszczek en daarnaast haal ik ook nog Gundogan en Farfan. Boateng haal ik weg omdat hij af en toe toch net iets te stijf is. En Gundogan vind ik echt geweldig. En Farfan is sowieso de beste RB van de Bundesliga. Opkroppen na natuurlijk, maar de beste cheap versie. Dan gaan we gewoon weer door, want ik ging de Team of the Year Cup doen. En als je me dus volgt op Twitter, dan weet je dat die cup mijn grootste frustratiebon is. Want de lag was zo fucking aanwezig. Daarom is deze aflevering ook zo kort. En ik ga me daar alvast mijn excuses voor aanbieden, maar echt veel kan ik er niet aan doen, want dit is geen frame drop of zo. Dit is geen technische fout van mijn kant. Dit is letterlijk de lag in de game. Ik wist gewoon niet of ik hem nog bij kan houden. Kon houden natuurlijk, vanwege het feit dat het gewoon zo sloom ging dat ik niet wist waar ik zou zijn. En dan ook penalties nemen met dit. God allemachtig, wat een zenuwstrijd is dat, man. En dan kom ik hierdoor met Mkhitaryan en dit echt. Oh mijn god, man. Hoe ik dit voor kunnen houden, is me echt een raadsel. Maar goed, er was een disconnect. Verrassing, verrassing. En we gaan dus door. Volgende ronde, weet je wel. Leuk, niks aan de hand. Kom ik tegen dit team. Je ziet het al aan die loading bar links onderin. Het wordt weer zo'n game. Maar goed, ik probeer niet al te veel te klagen. De game is extreem kort, je zal wel merken waarom. Die dude heette I'm gonna annoy her, wat betekent dat? Annoya. En dat betekent ik ga je irriteren. Nou, dat deed hij ook heel goed. De lag frustreerde me meer dan de game. Sorry als je deze manier van presenteren heel vervelend vindt voor deze game even. Maar de volgende aflevering zal gewoon weer langer zijn met normale gameplay en dat soort shit. Maar ik dank jullie voor het kijken. Like als je genoot, abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En ik zie jullie graag later weer. Ciao.